de band Rapalje. Kan jij daar wat over vertellen? Over de band Rapalje? Ja, doe eens gek. Daar kan je een heleboel over vertellen. Hoeveel tijd heb je? We zijn een band die speelt Ierse en Schotse folkmuziek. Met hier nou wat uitstapjes, soms naar Nederlandse liedjes, soms naar heavy metal en dingen. We doen allemaal op onze eigen manier. Dus we zijn niet een standaard folkband, maar we zijn ook gek met elkaar. Oké, en ik hoor dat het volgende week zaterdag wat leuks is. Vertel. Het Zomervolk Festival, het Rapalje Zomervolk Festival, organiseren wij zelf. En het is gewoon een feestje voor Groningen. En waar wordt dat georganiseerd? In het Stadspark van Groningen, op de Zonnewijk. En hoeveelste editie is dit? De vierde keer. En wat is er zo... dat weet je wel heel goed uit je hoofd. En wat is er zo bijzonder aan deze editie? Gaan jullie nog wat anders doen dan de vorige keer? We hebben andere bands. We hebben het programma een beetje weer aangepast. We gaan het altijd anders. Het is altijd even gezellig, maar het festival is altijd anders. Inderdaad, een andere line-up. En de enige band die altijd maar terug blijft komen, dat is Rapalje. En hoe lang zijn jullie nu bij elkaar? 21 jaar. En hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, ik ben zo'n beetje mijn carrière begonnen als straatmuzikant in de Herenstraat. Daar maak je ook veel spelen als straatmuzikant. Na afloop ging ik wel eens naar café. Op een gegeven moment werd er een e-spuk geopend op het gedempte kathedraal. Waar ze dus veel live sessies deden. Om eerst muziek te leren kennen was natuurlijk hartstikke leuk om er mee te doen. Eigenlijk was het een excuus om hier een whisky te drinken, maar... Dat mag ook! En deze twee heren, Diep en Markel, die kwamen ook daar. En die speelden ook vrij veel met die sessies mee. En zo hebben wij elkaar leren kennen. Hun hebben die band gevormd. En die kunnen later bijgevraagd worden. Net zoals deze andere man. Nee, die hebben we niet bijgevraagd. Iedereen in Groningen, maar ook daaromheen natuurlijk, moet eigenlijk naar dit festival komen. Want het is het enige echte grote festival van Groningen. En dat daar organiseer je dat. Goed, en je hebt natuurlijk ook een vrijdagsfestival, maar dat is wat anders. Het is echt een festival en een prachtige locatie. En zelfs als je helemaal niet in te volk bent. De line-up is behoorlijk breed. Het heeft allemaal met folk te maken. Maar kom anders gewoon naar even de gezelligheid. Of een ijsje eten. Een lekker appel, een biertje drinken. Bier drinken, ja, alleen kan. Want we hebben ook ons eigen bier. Dit festival is voor jong en oud. En ja. Dan ga jij maar wat over vertellen. Ja, we hebben voor echt van hele kleine kinderen hebben we Highland Games. We hebben een strookkasteel. Oudere kinderen kunnen zwaard vechten. Ze kunnen boogschieten. Weer oudere kinderen die kunnen bier drinken en erbij neervallen. En nog oudere kinderen die kunnen rustig in het gras zitten, genieten van de muziek. En als je echt volwassen bent, dan drink je s'avonds nog een biertje na bij een kampvuur en strompel in huis. Hey, en hoe zit dat eigenlijk met campings? Nou, dan moet ik dat aan jou vragen. Ja, zeker. Ik zit er alleen maar bij. Even te kamperen, hè. Lach maar gewoon, leuk naar de camera, de rijkvraag. Ja. Oh, Camping Stadspark is bijna helemaal vol. Er kunnen nog wel tentjes gewoon geplaatst worden. Dus degene die geen zin heeft om helemaal naar het centrum weer terug te lopen, die kan gewoon daar blijven kamperen. En de volgende ochtend strompel je gewoon je tent weer uit, 25 meter door de poort heen en je staat weer bij de ingang van het terrein. Dat hebben jullie goed voor elkaar. Ja. En hebben jullie er een beetje zin in? Oh ja, uiteraard. Ja, dat is natuurlijk. Wat dacht jij dan? Ja, dat weet ik niet, hè. Je zit er zo grapje. Dan wens ik jullie allen heel veel plezier voor van week zaterdag. En wellicht tot dan. Dankjewel. Tot ziens. En zondag. Dankjewel.